Een grote kunstroof in Eindhoven. 6 schilderijen zijn er gestolen uit de galerie VDL Art. Het gaat om werken van 2 Eindhovense kunstenaars. Eentje van Kees Bol en 5 van Cornelis Lemaire. De totale waarde wordt geschat tussen de 50 en 60.000 euro. De dieven zijn maar een paar minuten binnen geweest. Galeriehouder Jan van Loo kan er met zijn verstand niet bij. Ja, tot gisteren hing hier nog allemaal, hing wij helemaal mooi vol. Gewoon met schilderijen van Kees Lemaire en Kees Bol. Ja, ik hoorde net van de bewaking, ze zijn 4 minuten binnen geweest. En weet je, er zijn hartstikke zware schilderijen van Kees. Het is gewoon een hele zware lijst, zit eromheen. Is gewoon, ik snap helemaal niet dat ze zo snel, want dat is ook aan een gewicht. En zo zag het eruit toen ze er nog wel hingen. 6 stillevens ter waarde van 10.000 euro's. Al zullen de inbrekers dat er niet voor krijgen. Je hebt er eigenlijk niks aan, want zonder certificaat nogmaals kun je ze toch niet overkopen. En dan zijn ze een paar honderd euro waard. Dus... Hij hoopt dan ook dat de inbrekers zich bedenken. De inbrekers brengen ze terug. Gewoon. Brengen ze gewoon terug. Je hebt ons er echt mee. Ja. Waar Eindhovenaren zo trots op zijn op Kees Lemaire, kun je niet laten zien. Erg genoeg. Ja. Ja. Erg genoeg.